Goedemorgen meester, vandaag staat een rit over de Koningslijn van Apeldoorn naar Eerbeek op de planning. Lopen we de lok om naar de andere kant van de trein. Let daarbij op de handwissels. Veel plezier, nou dat gaat zeker lukken. We rijden in ieder geval met de bisschop, oftewel de roze trein, oftewel de 2530. De enige 2400 met de cabine bovenop. En ik besef dat ik dit toch ook wel een hele fraaie versie vind, eerlijk gezegd. We gaan in ieder geval eerst even snel de wissel goed zetten, want dat ging tijdens het testen al een beetje verkeerd. We moeten het naar daar toe. En niet naar de 1600. Richting in ieder geval naar voren toe. Die eraf. Lampjes staan aan. En let's go. Ja, zeker, zeker. Geen men is al eventjes, ja. Geen men is vannacht jarig, ja. Absoluut. Dus dan staan we daar nog, of zien we daar nog de J2 van Arriva richting Zutphen. Oh, wat een fraai rijtuig zit er nog eens tussen. Een Orient Express. In de vorige preview hebben we natuurlijk ook veel aandacht al besteed aan Apeldoorn. Dat is natuurlijk flink vernieuwd. Ja, flink. Er zijn wat nieuwere details bij inderdaad. Busstation. Nieuw station geloof ik ook van Vriesel. Terwijl we hier nog een tandenpasta tube zien binnenkomen. Zo. Ik ga daar wel even de raildrijver aanzetten. Dat is denk ik net iets wat prettiger te rijden. Zien we daar nog wat goederenwagonnetjes. Zoals GTWO'tjes, Calamosjes, Railpro. Een vanwagon. Oh, raildrijver is handig. Ik wil eventjes de stekker erin steken. Ah, dus je werkt natuurlijk niet, hè. Zo. Ja, dat doet het in ieder geval. Dus dat is helemaal mooi. Wissel, niet vergeten. Zo. No. En... die stond er goed warm. Hey. Ah, nu wel. Ja, die staan allemaal goed. Mooi. Nou gaan wij aankoppelen. Zo. Ik kan eerlijk gezegd dat gebouw niet echt erin. Ik weet niet of dat nieuw is toevallig, maar ik heb me niet herinnerd dat ik die eerder heb gezien. In ieder geval wel weer zeer fraai uit. Zien we daar nog een ICM binnenkomen? Oh, serieus stond hij al? Oh, oké. Okay. Nou, het ziet er in ieder geval mooi uit, dat is het belangrijkste. Zo. We gaan in ieder geval een aantal doenenbrosjes, of hoe je het ook uitspreekt, meenemen. Dus riep eens... ik had iets eerder mogen remmen, zie ik al. We zijn gemaakt door Stone Studio. En die zullen over een tijdje waarschijnlijk ook nog een keertje uitkomen. Mocht je deze uiteindelijk straks ook willen rijden... check even de Donnerbrusje wagens op Steam. Die zijn op dit moment, ik geloof dat de sale nog actief is. Voor 2 euro in aanbieding en anders 4 euro. Dus dat maakt nog niet zoveel uit. Dus check dat eventjes natuurlijk even in de tussentijd. Dat is ook vrij rijtuig. Het staat ook zeer vrij in de combi. Ik zit even te kijken wat er hier ook in Apeldoorn nog echt nieuw is tegenover de vorige keer. Uiteraard hebben we natuurlijk het zeer verraaide... Ah, je plein hier natuurlijk. Met de Albertijn to go. De appie. Busstationnetje natuurlijk. Ziet er ook weer fraai uit. Zeer, zeer mooi. Die
eerste komt van Rios in Frankrijk. Of was het Aris Central? Nee, Aris Central. Ja, dat zijn richting Zutphen is vernieuwd. Oh. We zijn in ieder geval grijs, dus... Even kijken, deze wissel die kennen we inderdaad. Ik zit even te kijken, ja, ik kom ook niet elke dag hier, dus ik zit even te kijken wat dan precies hier veranderd is natuurlijk. Kijk, is inderdaad een nieuwe situatie. Oké. Trouwens wel scherpe wisseltjes, of ligt dat aan mij? De boog is van 70 naar 80 gegaan. Ah. Nice, nice, nice. Dankjewel, Timo. Ah, zie je. Oh, wacht. Die wissel is natuurlijk wat min... Wat smoother. Nou, dus komt hier nog RFO voorbij. Ah, oké. Okay, dat dus. Zeer vrij. Ziet er ook fraai uit dit, hoor. Oh, hi. Wat is hier lang? Dit vond ik ook altijd wel een bijzondere constructie hier, moet ik zeggen. Het is vrij gelukt zo, moet ik zeggen. Ah, de local, de 9906. Dit is ook alweer fraai. Oprijdingetjes. Nice. Ik ben net trouwens te kijken hier. Ik weet niet of hier trouwens een stootplaat tegenaan zit, man. Dat zie je ook wel eens af en toe. Dat is ook wel, wel mooi. Wat hebben we hier nog meer? Even kijken. Tankstation. En de rest aan die kant gaan we natuurlijk TCT natuurlijk zien. Volgens mij mogen wij zo meteen vertrekken. Wat is hier trouwens de vertrektijd? Oep, die wil ik niet hebben. Vijf. Oh, we waren gewoon veel te vroeg hier. We ben ik een beetje te enthousiast. Mannen van ProRail zijn ook al aanwezig. Neem ik aan. Nou, dan vind ik deze toch iets leuker, hoor. De tandenpasta tube. Op de Meeberg aankomst al daar is om 10.24 uur. Denk onderweg aan alle overwegen met S-borden. En wij wederom de handwissels. Er staan ook genoeg F-borden, dus het is geoorloofd hier. Nou, een signaal toont. Ja, nee, oké, prima. Ik vind hem helemaal mooi, dus ik zou zeggen, laten we gaan. Dankjewel, gekke Dave. Nergwolf ook, dankjewel voor de 200. Dankjewel. En met dat gaan wij vertrekken. Passagiers aan het zicht van de Donnerbroesjes. Hallo. En natuurlijk het restauratierijtuig. Zeer fraai. Maar dit wordt wel. Dit was spannend, denk ik. Dat ik wel op tijd ga stoppen voor de overwegen. Dat wordt toch wel een goede challenge, jongens. Zo. Zekers. Waar is de frietpan en de zink, meneer? Geen idee. Je zou bijna wel zo'n combinatie ook verwachten, ja.
Overweg, hype. Ja, zeker. Ik had mijn restauratie. Zo, we hebben er eentje bij, de heer Wolf. Dinner car. Ja, ja. Ah, we mogen vertrekken. Oscar, even tussendoor een vraagje. Dat geluid wat ik hoor, is dat het van die ruituigen? Het moet maar heel erg denken aan een Lumila. Ik heb heel de tijd het idee dat er een Lumila achter mij aan zit. Oké. Nee, ik heb echt het idee dat er zo'n ding achter mij aan rijdt. Tenminste net dat geluid. Als ik eerlijk ben. Oh, hier hoef je niet te stoppen. Deze mogen we doorrijden. Dit is een Wildflens en opgenomen van Oostenrijk zelf. Oh! Oké. Okay. Nou, dat wist ik niet. Nou, voor de mensen die de laatste keer natuurlijk ook de preview hebben gezien toen we met de 6400 hier reden met de van. Wat dan ook een heel fraai scenario was. Helaas ben ik toen vergeten het scenario ook op YouTube te zetten. Spijtig genoeg. Dus daarvoor mijn excuus. Vandaar dat ik ook ga zorgen dat deze alsnog zo snel mogelijk online komt. We hebben hier in ieder geval toen nog gereden. Toen hebben we ook bij alle overwegen proberen te stoppen. En het stuk van de van zit er ook in. Zullen we daar ook nog even snel een kijkje nemen. Dus dan gaan wij langs de, ik weet niet wat, hoe dit genoemd wordt hier. Denk een woonboulevard of zo. Koploper, welkom terug. Ik denk ook een vraagje aan jou, maar of jij zo meteen na deze preview de ook even de dingen. Lekker wel highlighten. Het scenario ook even wil highlighten. Ik verlies helemaal geen frames. Heel niks. Tenminste, alles loopt hier. Wij moeten hier weer gaan stoppen. Zo. Ik wil ervoor zorgen dat ik wel op de marker sta, want het is een klein markertje. Zo. Ik denk dat het weer lekker aan Twitch ligt inderdaad, want ik heb hier geen enkel probleem. Tenminste, ik zie geen gedropte frames en alles. 0,0. Het eerste is dat ik weet dat ik zie is niet dat we 400 volgers erbij hebben, dat is het enige. Maar voor de rest zie ik hier geen... En de bitrate loopt ook gewoon nog goed, dus... Ik ook niet weten jongens, wij gaan in ieder geval weer verder. Wij gaan hier de overweg even oversteken. Ja, ik merk het. Oh, en dat heeft er. Ja, inderdaad. Was er iemand dan ook opgevallen? In ieder geval, hello! Wat ik een beetje jammer vind van die 2400 is, je krijgt dat optrekgeluid. Dat hele typische optrek. En ik. Is het werkt. Beetje jammer. Zo. Ja, nee, ja, inderdaad. Ik was het ook zelf kans vergeten, hoor. No?
Zo, hartstikke leuk overweggetje zo hier ook. Oh, daar, bedoel je voor die 2400? Oh, daar heb ik echt compleet niet naar gekeken, naar die 2400 sounds. Ik heb wel het geluid van die wagons erop gezet, maar die van 2400 niet. Ik wist ook niet dat dat de bedoeling was, dus anders had ik dat wel even gedaan. Dat is mijn excuus daarvoor. Wat ziet het er leuk uit hier. Misschien is het te enthousiast natuurlijk. Oh, ik zit trouwens net te denken dat ik... Het kan zijn... Wauw. Goedemorgen. De nationale werkplaats hier. Sikjes. Plandeetjes. De 03'tjes. Ja, en dit is best wel geinig dat het hier staat. Want het schijnt ook al in het echt ook allemaal hier gewoon te staan. En dat is wel grappig dat Niels dit ook heeft gedaan. Want deze sporen heeft hij, zijn ook echt gewoon sporen. Dus je kan er op scenario-niveau ook echt gewoon je materiaal op kwijt. En dat maakt het toch wel een stuk fraaier wat dat betreft. Dat is denk ik ook de reden waarom alle sporen zo dicht op elkaar liggen. Misschien ligt alleen deze iets te dicht erop. Maar dat maakt niet uit. Maar zeer fraai ook te zien. Wat 24 ertussen. Oh, en dit vond ik trouwens een leuk detail. Je moet er maar op komen. Nice. Leuk gedaan. Leuk gedaan. Heel erg leuk. Ja, precies. Stukje leuk. Absoluut. Oh, serieus? Oh, dit vind ik trouwens ook een mooi stukje hier, jongens. Ook die ja, precies. Eigenlijk weet ik wel vandaag. Ik stop op tijd. Ik heb alleen het idee dat we daar nog even een stukje ervoor moeten rijden. Even kijken hoeveel mensen daar niet klappen. Ik vind de ene kant wel, vind ik dat wel humor. Ah, kom op. Ah, there we go. Ik vind trouwens wel knap dat hij hem al had gepakt. Wel, dan komt hij wel goed. Ja, moet even aan wennen natuurlijk, hè. Ja, nou, ik vind het wel netjes gedaan om te zien dat het ook echt zo nauwkeurig werkt. Vind ik een leuk detail. Echt zoals het bedoeld is, zeg maar. De linkerkant hebben we natuurlijk de VAM. En zo te zien ook nog van ruitduikjes. Vagonnetjes. Worden serieus ook trouwens wagons daar gestald van de van nog? Of is dat gewoon puur opvulling voor het scenario? Wat trouwens ook fraai is hoor. Ah, oké. Leuk te zien dat het er in ieder geval ook in zit.
biedt ook weer extra mogelijkheden natuurlijk aan scenario's. Oké. Oh shit. Is dat nou ver genoeg? Nou, we kunnen in ieder geval niet zeggen dat... dat ik ervoor stopte. Thanks. Ja, sorry. Zo. Anyhow, laten wij in ieder geval weer verder gaan. Had hij hier wel kunnen doen. Een paar screentjes maken. Ja, het moest er toch een keer van komen, hè? Gelukkig was de kruising leeg. Ah, ben ik gezakt? Ah. Ik nog zo mijn best doen. Maar goed, anyway. Ondertussen gaan wij Apeldoorn met dat verlaten. Hè. Gaan wij verder richting de VSM zelf. De Beekbergen. Oh, nice. Zelfs kistbordjes erbij. Taxi er even afhalen, joh. Ah, oké. Okay. Nice, nice. Ja, dus bij deze in ieder geval van achter welkom natuurlijk op de VSM-lijn. De zeer fantastische, mooie uitbreiding dadelijk. En laat het natuurlijk ook even van Niels weten wat je er natuurlijk van vindt. Het is altijd natuurlijk wel leuk als bouwer om te horen natuurlijk. En het ziet er natuurlijk gewoon weer fraai uit. Maar ook gewoon als je kijkt ook naar heel het sfeertje. Wat is het leuk. Thanks, Gerrit. Zeer fraai. Ook vooral dat ruitdruk vind ik wel een leuk detail. Leuk gedaan, Oscar. Leuk gedaan. En dit vind ik zo'n mooi beeld. Hè? Zo als je vanuit hier komt rijden. Dit is perspectief. Het Nederlands landschap en dan gewoon die klassieke dingen erin. En ik weet niet of ik het al mag zeggen. En dan kijk ik vooral eventjes naar, naar Niels aan. Maar we hebben, zoals je ziet, klassieke armzijden in hem. Ja, ja. Ik kan je bij deze in ieder geval melden dat ze van Koa zijn. Ja, ja. De Koa armzijden zijn in aantocht. Ik ben dat zo niet gewend. Dat... Dit ga ik echt zo vaak nog fout doen. Dit ga ik echt zo vaak fout doen. Ook. Oh my god. Zeker als ik te enthousiast ben, dan gebeurt dit gewoon. Sorry jongens. Ik ben gewoon te veel aan het genieten van heel deze fantastische route. Dat ik gewoon vergeet terug te stoppen. Oh. Oh god. Maar goed, we gaan weer lekker verder en we zijn in ieder geval op tijd. Ja, dat blijkbaar weer. En maar je kan het ook zo zien, het is ook een compliment dat ik gewoon aan het genieten ben, hè.
speciaal voor Mauw. Hey, maar hier hoef ik niet te stoppen, want ik moet hier fluiten. Dit is zover, hè? Maar in ieder geval, inderdaad, wat ik al wat zeggen was, de sign design inderdaad van Koa. Die zijn op dit moment. Station Beekbergen. Hoi! Leuk detail. Zeer fraai. Maar goed, het is allemaal nog een work in progress, dus er zal later nog een keer meer nieuws naar buiten komen. Leuk gedaan, echt waar. Zeer fraai. Oh, wat ziet het er vet uit? Trouwens, deze keer voor mij dat ik het ook met treinen zie dit. Dit is echt gaaf gedaan. Ja, is een klein detail. Laten we hopen dat we daar nog een keer een betere versie van gaan zien. We zijn in ieder geval lekker op tijd, jongens. Oeh, nog meer rijtuigjes. Oh, wat is dat? Belangrijkste is in ieder geval, jongens, dat we lekker kunnen genieten van de totale sfeer. En ik kan je zeggen, jongens, die zit er dik in. Dat absoluut. De overwegen, de details. Ik kom gewoon eigenlijk woorden tekort. Dit... Ja, is heel leuk. Natuurlijk ook dank aan iedereen die naast Niels natuurlijk ook wel geholpen heeft aan de route. Oscar natuurlijk, maar ook gewoon objecten bouwen zoals Frizon. Chris Trainers natuurlijk, voor diverse perronnen de dingen en dergelijke. Ja, Super Citroen natuurlijk ook, want volgens mij was deze kraan gemaakt door Super Citroen, dacht ik. Correct me if I'm wrong. En ook een speciaal custom draaischijfje had ik gezien. En natuurlijk Koa, absoluut. Er wordt hier nog even een 52er denk ik voor gereden. Jazeker. Volgens mij was dit de Oostenrijker, dacht ik. Met een sikje. Van Quincy daar iets zo te zien. We hebben hier nog meer staan. Een 03. Die details op zo'n ding is toch ook fraai, hè, jongens. Dit is wel echt, echt fraai. Ik moet zeggen, ik heb het eigenlijk nooit echt eerlijk ook gezegd. Maar dit vind ik gewoon echt wel fraai. Ik heb verder helemaal niks met stoom, daar moet ik eerlijk bij zeggen. Maar ik vind dit soort dingen... Ik vind dat het eigenlijk wel jammer is dat we niet echt meer van dit soort dingen hebben. Dat dit is, ja, je hebt de start natuurlijk nog wel deels. Maar echt zoals de VSM. Ja, oké, de ZLSM heb je dan trouwens ook nog wel. Maar volgens mij is het dat wel eigenlijk een beetje naar mijn idee. Dat echt nog dit sfeertje, complete sfeer, nog een eigen lijn erbij. Volgens mij zijn dat eigenlijk een beetje de enige 2 à 3 nog, dus ja. Op naar halte Immenbergweg, aankomst 10:29. We mogen alweer vertrekken, jongens. Met onze lila uitvoering van deze 2530. De 2530 heeft natuurlijk ook bijna alle kleurstellingen gehad. Van het NS schilgrijs naar de bruin, de blauw en zoals je meer zit in het roze. Mogen wij trouwens al vertrekken? Ja, we mogen vertrekken. Dat maakt het wel extra fraai natuurlijk. Ja, dat is waar nou je het zegt. Horend medeblik heb je natuurlijk ook nog. Ja, de stoomtram, ja. Dat klopt, ja. Maar daar heb ik eigenlijk te weinig in verdiept. Dus daar kan ik eigenlijk niet echt super veel over zeggen. Ook leuk, die camping hier zo gewoon bij dat dingetje. Ook zeer fraai. Oh ja, Haaksberg. Ja, dat is verdorie waar ook natuurlijk. Ja, dat is zwaar.
Leuke wagonnetje trouwens ook tussen de... Welke zijn dat eigenlijk, Oscar? Die keteltjes. Leuke match. En natuurlijk de GBS'jes die we vanuit de DCR hebben gerepaint. Maakt het wel extra van... Oeh, nice die animatie. Oh, serieus? Ah. Alles bij de SGB en Goestad wel echt. Ja, ik heb daar ook niet veel van, dus... Ik weet dat het er is, maar... Ik heb er nooit echt iets van gehoord of gezien, duidelijk. Even naar 10 dadelijk. Oh, leuk detail. Er is een ouderwets autootje erbij. Oh, een sfeertje, jongens. Wat een sfeertje. Ik wil afremmen naar 10 en zijn overweg mag gepasseerd worden met maximale snelheid van 10 km per uur. Oh, ik zeg nooit nooit natuurlijk. Alleen het punt is een beetje, we hebben daarvoor niet echt het materiaal. Het is toch ook fraai, jongens, dit. Oh, ik kom gewoon woorden tekort. Even rekening houden dat we daar, als we de overweg over zijn, dat we daar kunnen mogen optrekken. Of blijft het nog even op 10? Dat weet ik niet precies. Maar ik vermoed zo, als we daar erover zijn, dat we daar mogen optrekken. Dat denk ik na dit bordje zijn. Gok ik me zo. Kijk, ja, 40 heb ik. Ja, ik heb het op de hut ingegaten gehad. Halt in mijn berg weg. Yo. Nice. Zeer vrij. De lengte, ja, oké. Okay. Ik vind hem zo wel passend. Oh, dat is een leuk wagonnetje. Komt deze ook met dat ding mee? Leuk ding. Oh, revisie daar. 86, lol. Nice. Weet je wat leuk het is? Echt de plek waar je denkt van, man, wat dat station hier? Of halte in ieder geval. Dat, ja. Halte in mijn weg, bergweg. We gaan door, dwars door de Veluwe naar Loenen, waar we ongeveer om 10 uur 37 zullen binnenrollen. Nice. Oh, dat zou ook nog eens kunnen, ja.
trouwens een idee waarom we trouwens problemen laatst gaf trouwens met het installeren van het programma waar we mee bezig waren. Dat was een idee van, kom ik nog een keer op terug. Wat dat probleem gaf. Dan leg je binnenkort nog wel een keer uit. Nou goed, dat is zijde. Ja. Zoek maar op, zou ik zeggen. Het ligt er zeker, ja. En weet je wat ik ook leuk vind? Je denkt hier natuurlijk een berg met bossen te hebben. Maar er ligt hierachter gewoon een vakantieparkje, jongens. Welkom in de jungle. Nou ja, welkom in de forest. En ook woningjes daar. Zeer leuk gedaan. Ik weet eigenlijk niet of dit al bij het vakantieparkje hoort of niet. Of is dat gewoon een villa-complex of zo? Ah, oké. Okay. Nou, dat zou ook goed kunnen, ja. Wel een beetje op de snelheid letten, natuurlijk. Het is en blijft hier maximaal 40, natuurlijk. Laten we hier expres even maar niet toeteren voordat al iedereen wakker wordt hier. Wat we natuurlijk niet hebben. Ook leuk die dingen. Absoluut. Ook dit is leuk gedaan. Ik krijg bijna het idee dat hier vroeger een halte lag, joh. Of iets. Hier een leuk zandje. En ook de details, jongens, die erin zitten. Kettingjes eraan. Oh ja, yeah, makes sense. Maar dat komen wij bijna aan op het station van Loenen. Of Halte, wat is het? Ja. In de rijder staat zo te zien veilig. Loenen, station Loenen. Oh ja. Er staan er serieus nog zoveel GBS'jes hier. Goeiedag. Wauw. Ik vraag me er trouwens even af, misschien weet jij dat wel, Oscar. Dus bij de VSM ook van die bolkopjes. Die bolkopruit, bedoel daarmee de goederenwagonnetjes, hè? Niet de rijtuigen, maar de. Hoe heet die? Die begon eens met twee van die bollen erop. Hoe heet die dingen? Ah, toch wel. Oké, nice, nice. Is heerlijk. Hier staat hierop. De toegang tot de spoorweg is verboden.
Echt, dit vind ik dan weer zo leuk, hè? Dat het gewoon lekker ouderwets erop staat. Niet zo'n hypermodern ProRail. Schatver. Dit vind ik dan veel fraaier. Dit geeft tenminste sfeer. Oké, okay, volgens mij was het in die tijd nog steeds van ja, YOLO. Maar het is wel leuk dat ze het een beetje in de oude sfeer hebben gedaan. Dat vind ik wel lachen. Eerlijk gezegd, nog helemaal niets naar gekeken, dus dat is ook wel een goeie. Oh, ze zijn ook wat donkerder geworden, of ligt dat aan mij? Oh, nice, nice. Dat is wel gaai. Oh, is dat er nog eentje tussen? Ja, leuk gedaan. Nice. Daar hebben we de NS op geschreven. En er hier ook nog een paar. Oh ja. Nice. Dat is trouwens ook een leuk detail. Heel bekend beeld hier. Ja, de bordjes die hier staan zijn natuurlijk door Frieson. Dat trouwens af. Branden deze trouwens ook in de avond? Niet dat je hier veel in de avond zou rijden, maar. De details, joh, dat is ook wel fraai. Die dingen. Lekker oude sfeertje. Ja, oorspronkelijk zou je hier eigenlijk nog dat ding hebben zien rijden, maar dat gaf wat problemen, dus die heb ik er eventjes uitgehaald. Met toestemming van de maker. En nog eventjes even kijken naar dit wisseltje trouwens, Niels. Ik ben nou in één keer even een spoortje eventjes misschien fixen. De rest zit er wel chic te freak uit. Maar ook leuk te detailleren dat als dat dingetje een keer zo schuin afloopt. Waarschuwing, verkeer, wegverkeer. Makes sense. Waarom stoomtrein? Leuk. Leuke detail. Is ook. Wow, oké. Okay. Volgas vooruit naar Eerbeek. Let onderweg op alle overwegborden en snelheidsbeperkingen. Fluit, blablabla. Als je overweg tegenkomt met een snelheidsbeperking, mag je de snelheid worden hernomen. Wanneer we de eerste als. We gaan het zien. Ik ga mijn best doen. Vraag me alleen af, moeten we dan bij de eerste ook al stoppen? Maar is dit een. Nee, dit is wel een handig. Moet hij hier volgens mij ook stoppen? Let's go! Leuk detail, als je net genoeg oprijdt, dan gaan ze automatisch stoppen.
Zeer fraai. En met dat zijn we weer vertrokken richting ons volgende stationnetje. Ja, oké, op die manier. Het zou wel een leuk detail zijn, inderdaad. Is het nou 15 of is het 10 of 10? Oh, wacht, serieus? De eerste is 15 en de tweede is 10. Wauw. Als ze niet gewoon een heel stukje gewoon 10 kunnen maken, dan of zo. Ja, normaal begint iedereen dan te zeuren van ja, je rijdt te hard, je rijdt te hard. Maar in dit geval mag ik het dus. Oké. Okay. Op bij 40. Ja, dat is ook wel zeker zo. Absoluut. Nee, de lol. Ah, dat is ook wel weer vet, ja. Kleep ga je mond spoelen. Not yet. Zijn er plannen? Wat leuk zijn paarden bij deze hier. Ik moet nou niet zeggen dat je 1 km per uur gaat draaien. Gewoon doorrijden, ja? Wauw. Oké. Okay. Luc, fijne avond nog. Slaap lekker en tot de volgende keer. Oké. Okay. Ah, het is ook nog allemaal nieuw voor mij natuurlijk, hè. Verdorie, ja, inderdaad. Functioneert dat bord dan als een soort sein of zo? Dus hier mag ik dan ook met 40 erheen. Ja. Wacht, fijne avond nog, slaap lekker en tot de volgende keer. Ook leuk dat je er was vandaag. Omdat het per richting was volgens mij. Of nou, maar in de hoofd viel, dan dacht ik even aan de sign, want de sign kan wel per richting instellen. Ja, oké. Okay. Ja, nee, natuurlijk. Dat kan zeker, ja. Leuk detail ook bij die heks, zo.
Gewoon drie op elkaar, yo. Het is wel een rotwerkje, moet ik zeggen, trouwens. Niet stil gestaan. Lol. Hallo, Twingootje. Maar net te laat, helaas. Vast. Wil je alleen niet meer die overwegen? Wat ik vooral ook heel erg goed gelukt vind is dat de sfeer in zijn geheel. Toch echt het dorpsgevoel hier. Ik mogen zo meteen maar afremmen naar 10. Lol. Wat een lekker sfeertje hangt hier ook toch weer, jongens. Fantastisch. Trouwens, wat we één ding wel nog wel van de backje, maar vergeet het even aan je te vragen, Niels. Volgens mij excuus daarvoor dat ik dat mis. Volgens mij mis ik hier nog een stukje pad. Een of ander weggetje of zo. Ik heb mijn kast te vragen, maar dat gevoel heb ik heel erg. Dat er nog een padje moet liggen. Misschien die lantaarnpaal ook staan en daar een inreisverbod stond. Ja, wel hè. Ja, ik had er zoiets. Ah, dan vraag ik me ook af wat dan. Oh, moet je trouwens stoppen, zit ik nou te denken. Ben we te veel met dingen bezig? Dat is altijd hè. Hey, we hebben wel genoeg tijd om een screenshotje te maken hier, dus wat dat betreft. Er zijn. Mister de Vink komt er even binnenvallen. Thanks, wat een train tijd gaat, het zijn alweer 31 maanden op rij, komen er nog nieuwe deliveries at rupkoeliggen-nl. Hoe bedoel je De leveries? Wapper op zich bedoel je? Hey Ruben, goeie avond, welkom. Past er zeker. Dus dan gaan we weer een stukje verder. En ik moet zeggen, Oscar, echt compliment, want ik had echt het gevoel van een uur
voor dit scenario. En we zijn er nu verder. Dit vind ik ook een leuk detail. Dit. Ik weet even niet van wie dit ding is. Maar dat vind ik ook leuk gedaan. Vooral ook. Dat is. RIV. België en NS. Ah, is toch leuk. Leuk gedaan. Ik heb het idee dat we... Oh, is even Chris. Oh, oké. Okay, nice. Waarom gaat die overweg nou niet dicht? Oké. Okay. Oh, dat hoort zo. Oké. Oké, dan is het goed. Ik zat al te twijfelen. Ik zat ook al te kijken naar een bord, maar die zag ik ook al niet staan. Alleen hier zag ik... Oh, geld voor beide. Oké, okay, nevermind. Niks gezegd. Maar dit is toch ook leuk, jongens. Lekker zo'n stormsfeertje. Starshot, Eerbeek. Yo! En zo te zien zijn we nog keurig op tijd ook nog. Nou, is dat toch mooi. Oh, leuke wagonnetjes die erachter hangen. Nice. Zo, zet hem daar, meneer. Ook weer het GSM. Nou, voordat we gaan afsluiten, laten we nog eventjes een stukje voorzien. Ik kan niet al te ver naar die kant, want dan komt later nog een keer. Het enige wat ik daarvan kan zeggen is dat daar nog één ding staat en voor de rest staat er niks. Dus dat is voor een latere preview. Intussen gaan we hier nog even een lekker screenshotje maken voor op de YouTube. Er zal vast wel ergens iets tussen zitten. Station Eerbeek natuurlijk. Met het welbekende stationnetje natuurlijk. We hebben vast de barbecue aan mijn kant klaargezet, dus dat vind ik helemaal al plus 1. Ja, nice. Zeer leuk ook. En zoals ik eerder al vermeldde, inderdaad, nieuwe Coa-seintjes incoming. Zal nog wel een tijdje duren, zal waarschijnlijk tegen de tijd dat deze route uitkomt natuurlijk ook gereleased worden, denk ik. I guess. De rest in ieder geval. Oh, dat klinkt wel een beetje trouwens. Gaan wij dit ook even meteen afsluiten. En de deurtjes doen we daarmee open. Ik wil sowieso natuurlijk Niels bedanken voor deze fantastische update natuurlijk alvast. Voor deze preview natuurlijk ook. Het ziet er weer verdomd mooi uit. Ja, dat is eigenlijk... Ik weet niet wat precies de status is en hoe ver je hem nog wil doortrekken naar voor de release, maar tot nu toe ziet het er echt al magnifiek uit. Ook sowieso natuurlijk bedankt aan Oscar voor het scenario. Ik ben blij dat er in ieder geval heel zijn aangekomen. Hangt er ook wat achter. Wat bedoel je? Uiteraard natuurlijk de Orient Express rijtuig. Met een billige geleidingsrijtuig. Zeer vrij.
Maar in ieder geval beide natuurlijk bedankt en ook aan alle objectbouwers natuurlijk die ook mee hebben geholpen aan deze route. Echt complimenten voor. Kijk gerust nog even rond, het scenario eindigt naar de afkoppelen van de rijtuigstammen. Nou ja, dat is helemaal mooi. Geen idee of die nog gaat vertrekken. Ik denk niet, want volgens mij staan we nog in het dingetje. Ik weet niet of jullie nog iets specifiek willen zien. Hey, wait, hoe? Ik zie in één keer een spoor dat ik denk van... Huh? Ja, ik zat ook aan te kijken als iets van... Wauw! We hebben het stuk startspoor naar de publiekfabriek. Oh, echt? Serieus? Wauw! Ja, vind ik altijd zo... vond ik altijd zo fraai dat. Blommakjes erbij. Weer fraai. Zeer mooi, jongen. Maar wij gaan het hier wel laten, daarom is de... Ja, dat idee heb ik, er worden nog wel wat dingen gedaan en... Er wordt nog wel wat afgewerkt en dat geldt ook voor dat stuk daar, er wordt nog wel wat aangewerkt denk ik. Maar ik zei, ik weet niet of de... Niels in deze release nog sowieso richting dieren wilt ofzo. Zal wel mooi zijn, dan heb je natuurlijk heel de complete gedeelte. Maar voor dit zag het in ieder geval zeer fraai uit. Nogmaals, beide bedankt natuurlijk voor deze fantastische preview. Nice, zeer zeer mooi. Ik ga hem in ieder geval even afkoppelen. Hopelijk heb je genoten van de Koningslijn en dit scenario. Tijd voor een stevige pak. Les, Coda, blikje, wat is hij? Bijna leeg. Maar in ieder geval zeer fraai. Dankjewel. Mocht je trouwens meer willen zien van deze video, check natuurlijk even de forums. En de Discords natuurlijk, dan blijf je ook lekker op de hoogte van alle gebeurtenissen natuurlijk.